Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe WB-span. Oh! Deze mag ik snipen. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live gameplay hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag, zoals je kan zien, speel ik een free-for-all potje op de map Combine. Normaal gesproken doen wij een rare challenge. Normaal gesproken zitten wij een beetje te kutten in free-for-all. En spelen we niet, ja, spelen we wel serieus, maar met rare wapens, rare klassen gaan ze maar door. Maar vandaag is weer een keer de tijd om het wat serieuzer aan te pakken. Dus, we gaan serieus free-for-all spelen op dit moment. Dat houdt in try-hard pants, staat aan, zit aan. Ik heb namelijk een broek aan. En we gaan iedereen proberen te pakken die wij kunnen pakken. Dus vind je dit dan leuk om naar te kijken, mensen? Dan natuurlijk kijk op, like op. Jij bent een vies vuil campertje, daar houden we niet zo van. En ja, sowieso natuurlijk bedankt voor de support op mijn kanaal. Want dat is sowieso echt gewoon insane. En daarvoor wil ik jullie gewoon eventjes bedanken. En ik moet die gozer even in de gaten houden met zijn snipers, jongen. Want hij springt echt super mega vaak. En dat ben ik nooit echt gewend, joh. Dat iemand zoveel springt. En dan schiet je mis. Puur omdat hij weer de lucht in vliegt. En die kant op gaat. En de andere kant op gaat. En dan weer die kant opeens op gaat. Dus mensen die heel veel springen zijn soms echt mega, maar ook echt mega irritant. Alleen als hij misschiet met die sniper, is hij natuurlijk wel gewoon kaart de Sjaak. Dus dat is wel weer een voordeel. Ah, oh, kut. Ik had niet verwacht dat hij daar zou spannen. Ik had verwacht dat hij achterin hier zou spannen, waar ik nu sta. Oh, hij is weggelopen, joh. Er zat hier... Ik wou net zeggen, er zat hier een snipertje. Ik moest hem heel even heatwaven, want... Oh, hij is gewoon door! Oh nee, kijk deze killcam. Ik vind het leuk om soms even te kijken. Wat? Wat? Ik wil... Wat? Nee, ik werd er heel iemand anders gekillt, joh. What the fuck? Die vent die heeft niet eens om me geschoten, joh. Die schoot op heel iemand anders en hij killt mij ermee. Wauw. Ik ben zo vaak de Sjaak, hè. Dat is echt niet gezond, gewoon. Deze gozer is net... Ah, oh, kut. Ik zit er nog steeds over na te denken. Ja, je kan wel snipen, vriend. Maar je moet het net... Oh, joh, dat had ik geluk. Oh, shit. Ik was out of ammo. Daar had ik heel veel geluk, jongen, met die heatwave. Of met zijn purify. Want die purify was net voorbij. Op het moment dat ik... daar stond. Dus ik had daar echt keiharde geluk bij gewoon. Goeie leiding, Jan. Hey, thanks, jongens. Thanks. Beste leiding ooit, toch? Komt die aan, denk je? Vond ik je wel voor eerder doodgaan, vriend. Ik stond er met schieten, want ik dacht dat hij al dood was. Maar dat was hij nog helemaal niet. Nog één keer, dan hebben we gewonnen. Dan zit het potje er alweer op. Hebben we ongeveer 3 minuten gewonnen. En dat zit erop. 3 minuten en 8 seconden ongeveer. Dus super snel potje. En dit is als we gaan tryharden. Ik vind het altijd leuk om te tryharden. Dus we spelen nog een potje erachteraan. Game nummer 2. Gaan we weer tryharden. En dan proberen we opnieuw iedereen, maar ook echt iedereen, te killen. Dus ik zeg, op naar game nummer 2. Dan gaan we nog een keer, jongens. Natuurlijk game nummer 2. Het is de map Empire. Natuurlijk de remake van de map Raid. Voor de mensen die dat nog kennen van Black Ops 2. Spelen. Nog een keer met dezelfde class. Ja, meen het. Ga je naar de echte campen. Hij gaat niet serieus. Dit gaat zo lang duren. Wauw, jongen. Hij hield het lang. Hij hield het lang voor, joh, om daar te blijven zitten. Zo. Maar ja, ik hield het ook lang voor om nog steeds op te wachten. Want eigenlijk had ik ook al lang weg moeten rennen, als ik eerlijk ben. Maar ik dacht, weet je, als hij gaat campen, dan gaan we lekker op hem wachten. En dat was een goede call, want ik had hem en nog iemand anders erbij ook. Dus dat is altijd mooi. Maar nu moeten we op zoek gaan naar de rest. En dat is op sommige momenten niet het allermakkelijkste. Zonder een UAV. Kom naar binnen dan. Dus moet hier ergens iemand zitten, joh. Ik zweer het je. Ik ga naar het midden van de map. Ik vertrouw er helemaal niks van. Snel. Oh shit, ik strok. Wajo. Ik roep zo snel mogelijk die UAV in, weet je. Want dan weet ik als er iemand naast me zit waar die zit, maar... Oh my god, ik word 3 keer gekillstealed. Meen je dit? Wauw.
Ze zijn nog gewoon allemaal gepeerd daar, oh, jongen. Holy shit, ik zag één iemand die werd gekild voor mijn kop weg. Ik zag nog iemand die werd gekild voor mijn kop weg. Iedereen werd gekild voor mijn kop weg, gewoon. En helaas heb je niks aan een assist in free for all, want daarmee ga je de pucks natuurlijk niet winnen. Dus daar heb je ook helemaal niks aan, gewoon. Kijk, dit is het probleem, hè. Ze durven gewoon niet terug te komen, hè. Ze schieten op je, dan wil je je omdraaien en dan zijn ze meteen gewoon weggerend. Alsof ze gewoon bang zijn en niet naar je toe durven te komen. Iemand anders gaat ook bezig op dit moment, die heeft een Tempest in zijn handen. Degene die eerste staat, samen met mij. Ah, gewoon random schiet heb je vrij weinig, jongen, bij mij. Ik heb turned. Holy shit, ik ga er even bezig in het midden, jongen. Dat is moeilijk, hoor, daar in het midden. Want je vierkant waar vier je wordt beschoten. En je moet ook op iedereen deed dat letten, joh. Oh, er zijn assist. Lekker handig weer. Oh, you fucking kidding me, jij bent slecht. Zo. Hoe? Die heatwave is wel fijn, hoor. Zo, die knetter, hé. Ik weet niet wat jij aan het doen was, maar die keek de hele verkeerde kant op. Hij heeft het in ieder geval geprobeerd, toch? Daar gaat het om. Zo, die had hij niet zien aankomen. Ik achter hem aan, jongen. Die had hij niet zien aankomen. Nog een leidingje erbij. Ik ga gewoon steeds in het midden. Daar heb je de meeste kans op een kill, namelijk. Zoals je kan zien. Zoals je kan zien. Hoppatee, waarom niet? Soms heb je een beetje geluk en dan gaat het gewoon goed. En soms hebben we pech en dan word je in één keer heatwaved. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Nog één kill, dan hebben we alweer gewonnen. Mega snel potje was het dan. En dat was de laatste kill. Hoppatee, jongen. Let's go. Twee potjes super snel gewonnen. Eerste potje, ja, ging snel op combat. Tweede potje ging ook snel op Empire. En lekker gespeeld met de VP. Al vind ik het zelf niet echt een heel fijn wapen. Maar op dit soort afstanden, dit soort gunfights, is zo fijn met de VP, jongen. Want je kilt ze zo onwijs snel. Maar... als jullie hebben genoten, mensen, dan natuurlijk zoals kaart op like. Bedankt allemaal voor het kijken, bedankt allemaal voor de support. Twee keer achter elkaar eerst gewoon lekker tryharden, lekker concentreren. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.